Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze video. En als je nieuw bent, welkom op mijn kanaal. Vandaag ga ik jullie een reportage laten zien over de broodfokkers. Bij deze video wil ik eigenlijk toch mensen laten duidelijk maken van als je een hondje koopt, kijk heel goed waar je dat koopt. En vraag zoveel mogelijk informatie. Het kan ook nooit geen kwaad om een keer eens rond te horen bij uw buren of misschien bij uw vrienden of misschien bij uw kennissen. Of misschien gewoon bij mensen die daar al iets gaan kopen zijn. Ik zelf ben ook al eens slachtoffer geweest van een broodfokker en ik zal er later nog wel eens een storytime over doen over Max, mijn Malteserhondje, die ik jammer genoeg heb moeten afgeven een paar jaar geleden. Het beestje was maar 7 jaar geworden in totaal, maar heeft wel heel zijn leven heel veel pijn geleefd met, ja... Als je een hondje koopt, hè, zie je gewoon dat je bij mensen thuis of zo een hond gaat kopen, waar je dat beestje echt kunt zien en dat dat echt van een familie of zo is. Als je naar zo'n dingen gaat, naar zo'n kennel, meestal zijn dat van die broodfokkers. En een broodfokker, wat is dat eigenlijk precies? Dat zijn gewoon mensen die zoveel mogelijk honden eigenlijk kweken, om daar heel veel geld uit te slaan. En voor hun maakt dat niet uit of dat die hond mankementen heeft, of dat die ziek zijn. Dat maakt voor hun niet uit. Het enige wat dat voor hun uitmaakt, is gewoon geld, geld, geld en nog eens geld. Dat moet gewoon stoppen. De beelden die ik ga laten zien, kunnen heel chockerend zijn. Dus als je er niet goed tegen kunt, dan raad ik je toch aan om deze video niet verder te bekijken. Als je het kunt, zou ik het wel... zeker de moeite doen om ernaar te kijken, omdat het eigenlijk nogal vrij interessant is. Het laat echt beelden zien van hoe dat die honden daar eigenlijk zitten. Die zitten daar echt in vuile kooien, in vuile kotten. Die beesten worden gewoon niet verzorgd. Maar de mensen, als die een hond gaan kopen, die zien dat niet. Kijk alsjeblieft heel goed uit als je een hondje koopt. Dat is echt wel belangrijk. Ik zou zeggen... kijk daarnaar, geniet ervan en doe zeker een dikke duim omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Veel kijkplezier. Elk jaar worden er in België 150.000 honden ingeschreven. Door de falende wetgeving en de passiviteit van de overheid zijn de broodfokkers heer en meester op de hondenmarkt met veel dierenleed als gevolg. Die hondenmarkt wordt overspoeld door een aanvoer van honden uit dubieuze broodfokkwekerijen uit binnen- en buitenland. Bij de dierenarts is er vastgesteld dat ze giardia heeft, spoelworm, hartworm. Dus ze zijn uiterst besmettelijke ziektes voor mensen en dieren. Ik wou daar absoluut niet aan meedoen. En ik ben toch in de val getrapt. Ik ben er eigenlijk in gelokt, want ze hebben informatie bewust achtergehouden. Ondanks de acties van veel dierenwelzijnsverenigingen blijft de aanvoer van honden uit het broodfokcircuit ongecontroleerd en ongestraft doorgaan. De wantoestanden zijn hemeltergend. Ondertussen worden er dagelijks broodfokpups aangeboden en verkocht. Voor mens en dier vaak het begin van een lange lijdensweg. Dat is van de RX, de eerste RX, voordat de diagnose was gesteld. Dat is van zijn operatie. Dat is de operatie van zijn draadje, dat hij teruggenaaid moest worden. Dan nog eens een RX. Nog eens een RX. Het totale bedrag zit ik al aan 1583 euro. Maar er gaan nog steeds dierenartskosten bij komen. Hij is in mijn armen gestorven. Ja. De Franse bulldog is tegenwoordig een populair ras waar ook Nancy enkele jaar geleden voor viel. Ze wist echter niet dat ze Bas kocht bij een van de vele broodfokkers. Al gauw begonnen de problemen. Wij hadden Bas 1 jaar en dan is zijn neus begonnen. Zijn keel, zijn gehemelte moeten knippen. En dan na een paar jaar begon hij jeuk te krijgen. Had hij een kop vol pukkels, begon de haar uit te vallen. En oorontstekingen, zo allerhande ontstekingen dat je maar kunt denken eigenlijk. Dus Bas komt voor zijn 3-wekelijkse inspuiting. Bas is allergisch aan huisstof en huisstofmijten. En er is een vaccin voor gemaakt, zodat hij gedesensibiliseerd wordt. En waardoor dat het
gemakkelijker wordt voor hem om zijn allergie te bestrijden. Gaat het niet meer weg, maar het is beter onder controle. In het broodfokcircuit wordt massaal aan inteelt gedaan, waardoor heel wat dieren verborgen genetische afwijkingen hebben. Daardoor liepen tot op heden de dierenartskosten van Bas op tot in de duizenden euro's. Dus bij Bas is het neusje al gecorrigeerd geweest. En zijn verlengd gehemelte hebben we twee keer moeten corrigeren. Want hij is vorig jaar binnengekomen voor een speekselklierkiste die we moesten verwijderen. En toen is bij de inductie van de anesthesie ook gezien dat het gehemelte te lang was. En dat is dan ook weer gecorrigeerd om terug wat beter te doen ademen. De meeste honden in Vlaanderen worden bij grootschalige dierenwinkels aangeboden als rashonden. Hun afkomst is echter niet altijd duidelijk. 2 jaar geleden kocht Tim in zo'n winkel voor zijn kinderen een leuke rashond, dacht hij. En dus we zijn op het internet gaan zoeken en ik wou een hond die van een Belgische kweker kwam of toch een bepaalde minimumstandaard had. We zijn dan naar daar getrokken en een keer daar aangekomen heb ik dan ook uitgelegd dat ik dus op zoek was naar een rashond omdat ik geen problemen wou, moest dat dus een hond zijn die niet van Oost-Europa kwam. Dat was allemaal geen probleem. Ze hebben ons dan de puppy getoond. Dat was direct liefde op het eerste gezicht. En ze hebben mij dus gezegd dat ze de papieren gingen opsturen 2 weken nadien. Wat dus ook gebeurd is. Het Europees bewijs dat hebben we pas weken nadien in de bus gekregen. Waar het dus effectief uit blijkt dat hem uit Tsjechoslowakije komt. Mijn tante heeft het zelf voor gehad, mijn zus heeft het zelf voor gehad. Dus ik wist dat zulke zaken gebeurden en ik wou dat zelf niet voor hebben. En ik heb het dus toch voor gehad omdat ze dus bepaalde informatie achterhielden of verborgen hielden. Die ik dan pas later te weten gekomen ben. Achter de grote dierenwinkels schuilt vaak veel dierenleed. Eline Gekieren komt dagelijks in aanraking met de wantoestanden. Ja, in die grote fokkerijen wordt er eigenlijk absoluut niet gekeken naar gezondheid of erfelijke aandoeningen of wat dan ook. De laatste fokkerij die wij gaan leeghalen zijn, daar hadden de honden schurft. Alle volwassen dieren hadden schurft. Dus ik kan me niet inbeelden dat die pups dat niet hebben. Ook de rassen, zoals Duitse herders, labradors, die heel gevoelig zijn aan heupdysplasie, daar wordt absoluut gewoon niet op getest. Hè. Er wordt gewoon, ten brode gefokt. Hè. En dat is het enige dat telt. En of dat gezonde pups zijn of niet, verkocht is verkocht. En de miserie is toch voor de koper en zij hebben er geen last van. Dus op een gegeven ogenblik begon zijn rechterachterbeen te slepen. Dan zijn er foto's genomen van het bekken en dan hebben ze gezien dat daar dus een anomalie is. En hij zei direct van dat is typisch voor honden die tussen aanhalingstekens kapot gekweekt zijn. En hij zei er is niet veel aan te doen. Als dat niet weggaat, kunnen we dat opereren, dat is de heup vervangen. Maar dat was €2.500 per heup en hij heeft het probleem op beide heupen. Ik zou het heel moeilijk hebben om hem te moeten laten inslapen daarvoor. Zeker omdat hij nog zo jong is. Zo'n hond kan toch normaal gezien 8, 9, 10 jaar worden. Ik heb onze kinderen daar ook al over geïnformeerd dat hij een dag misschien vroeger gaat komen dan voorzien. Kweekdieren in de broodfok hebben het zwaar te verduren. Dit zijn maar enkele voorbeelden van dierenleed die onlangs bij kwekers in Vlaanderen vastgesteld werden. De gezondheid van de hond interesseert hen gewoon totaal niet. Voor hen is het een product. De kopers, als die dan niet tevreden zijn, dat is hun probleem uiteindelijk ook niet, want de hond is toch al verkocht. Er zit altijd een jaar garantie op een pup.
Maar daar raakt ook nergens mee, want ja, zij hebben veel meer geld om een rechtszaak aan te spannen dan een gewone mens heeft. Dus meestal ja, slaan ze zich wel uit die garantie of zeggen ze van je mocht een andere pub komen kiezen, maar ja, wie doet dat dan nog? Dus ja, het is echt gewoon, het is eigenlijk een beetje een maffia aan het worden. Er is enorm veel geld in gemoeid, enorm veel geld. Eerst werden mij deze papieren gegeven, dat is een garantiecertificaat. Daar staan al de gegevens op van de verkoper, de koper, identificatie, de chip, met wat gegevens over ziektes en doorverkoop en dergelijke. Maar daar staat nergens op iets over de origine. Dit is geen onbekend verhaal voor advocaat Anthony Godefroy, die de laatste jaren al verschillende processen voerde tegen de zogenaamde broodfokkers. Ja, we kunnen er ons al vragen bij stellen of dat het effectief een garantiebewijs is. Dat is effectief de titel die in de wet wordt gebruikt. Maar gelijk de manier waarop het garantiecertificaat geformuleerd is, er zijn eerst 5 artikelen met een zeer ingewikkelde procedure voor de gemiddelde consument. En dan pas in artikel 6 maakt men voorbehoud voor de toepassing van het consumentenrecht. Dat is zeer verwarrend, dat is nogthans opgesteld door de Belgische wetgever. Het ware veel beter geweest indien men in artikel 1 zou zeggen de verkoop van een hond door professionele fokkers is onderworpen aan het consumentenrecht. Dat is ook de geest van de consumentenwetgeving, waardoor dat er veel minder consumenten zich bedrogen zouden kunnen voelen en bedrogen kunnen worden vooral. En daarom ben ik enorm boos. Ja, je zit nu met die hond, het is een schat van een hond, dus ja, het is niet evident. En dat maakt het eens zo erg, omdat ze eigenlijk gebruik maken van uw emoties, de emoties van de kinderen, om toch verder te doen met zo'n praktijk. Ja. En ja, ik vind dat er veel strengere controle moet zijn, dat er veel strenger moet opgetreden worden tegen zulke praktijken en ja, dat verkopers, kwekers, dergelijke moeten gestraft worden. Het moet echt stoppen. Hetgeen waar dat de winkels ook heel vaak op gaan inspelen, is op de emotie van de mensen. Hè. En zij weten ook wel dat er heel veel aan de hang is, dat er heel veel opstand komt. En ze gaan er gewoon echt op gaan inspelen. Dus er zijn al heel veel winkels die het heel goed aanpakken en zeggen van ja, al onze pubs komen van bij particulieren. Maar allee, dat is gewoon echt ja, een grote leugen. Al die pubs komen uit broodfokkerijen, niet meer of niet minder. En ja, er zijn ook heel veel mensen die zeggen van ja, wat moet er dan met die pubs gebeuren? Het is heel cru om te zeggen, maar als niemand nog een pub koopt, dan moeten die automatisch stoppen. En je moet er geen pub gaan kopen uit medelijden, want ja, uiteindelijk betaal je er wel voor. En houden gewoon ja, de boel in stand. Hè. En ja, ik zeg het, al die pubs komen uit zo'n fokkerijen, absoluut. Ik denk dat meer ethisch normbesef ook in het belang van de sector zou zijn. Wanneer namelijk een consument weet, ik kan daar en daar een hond kopen en als er iets mis mee is, zal ik aanspraak kunnen maken op een garantie die ook effectief wordt toegekend, dan zal dat het vertrouwen van de consument enorm vergroten. Vergelijk het met auto's. U koopt een auto, u weet, als daar iets mee mis is, zal Mercedes, BMW en dergelijke instaan voor de garantie. Als er problemen zijn, als u weet, Mercedes biedt geen garantie, dan gaat u geen Mercedes niet meer kopen. Sommige gedupeerden ondernemen wel actie. Nathalie is sinds 6 weken het baasje van Tilla. Ik heb Tilla als cadeautje gekregen, een vroeg verjaardagscadeautje, zo'n 6 weken geleden. Tilla werd gekocht bij een bekende dierenwinkel in Antwerpen. De eerste indruk was echt wel van, ze is gezond. Tegen de avond aan de eerste dag begon ze te hoesten. Dus dat was de zondag. Maandag direct naar de dierenarts gebeld. En mocht ik bij de apotheker een hoestsiroopje gaan halen voor haar. De tweede dag werd ik 's morgens wakker en had ze diarree. Mosterdkleur met ketchup achteraf dat eruit kwam. Dus, dat was niet echt een goed teken. Dus in volle paniek op dat moment naar de dierenkliniek gereden. Bij de dierenarts is er vastgesteld dat ze giardia heeft. Spoelworm, hartworm. Dus dat zijn uiterst besmettelijke ziektes voor mensen en dieren. Ze heeft ondertussen ook al een heel zware keelontsteking gehad. Op het randje af van longontsteking.
Dus het zijn eigenlijk al 6 zware weken geweest. Die ziektes die ze heeft, die krijgen ze normaal gezien mee via de moeder eigenlijk. Ofwel van in de baarmoeder, ofwel via de moedermelk. Daarnaast was ze ook te weinig ontwormd geweest als pup. Dus daar moeten die kwekers wel op hun vingers voor getikt worden eigenlijk. Want zij doen dat die diertjes eigenlijk aan. Door de moeders eigenlijk niet te ontwormen. En de pups ook eigenlijk te weinig te ontwormen. En ja, daar wordt te weinig aan gedaan eigenlijk. Ja. Dat brengt natuurlijk heel veel kosten mee. Labo-onderzoeken, dierenartsen, dierenkliniek, medicijnen. Dat is natuurlijk een zware dobber eigenlijk. Maar ja, je ziet dat beestje graag, dus daar heb je er dan graag voor over. Ondanks de verschillende contactpogingen kreeg ze van de verkoper geen antwoord. Straks zien we hoe ze zelf op zoek gaat naar antwoorden. De zogenaamde broodfokkers deinzen niet terug om honden met zware erfelijke gebreken te verkopen. Dat merkte Céline. Ze kocht bij een grootfokkerij een Jack Russell. Nu 6 maanden later kijkt ze aan tegen torenhoge rekeningen. Dat is van de RX, de eerste RX, voordat de diagnose was gesteld. Dat is van zijn operatie. Dat is de operatie van zijn draadjes, dat hij teruggenaaid moest worden. Dat is van zijn eten en zijn bed, zijn orthopedisch bed. Dat is nog eens van een RX, nog eens van een RX. Het totale bedrag zit ik al aan 1583 euro. Maar er gaan nog steeds dierenartskosten bij komen. Dat bleef schuiner en schuiner staan en ja, de klik kwam dan wel van Bono is niet normaal. Dus hij had dus het radius curvus syndroom, een vergroeiing aan zijn schouder en je kunt zijn knieschijven er zo uitduwen. Ze hebben dus hier een kram ingezet om het groeien te stoppen, zodat ze niet verder schuin kan gaan staan. Ja, het moeilijkste moment was hij nog steeds als je hem achterlaat bij de dierenarts. Klaar voor te opereren, dan, dan is het wel even een moeilijk momentje. Dat je niet weet, gaat hij er wel uitkomen? Hoe gaat hij eruit komen? Voor hetzelfde geld gebeurt er iets, raken ze een spier of een zenuw en zijn zijn voorpoten verlamd. Enkele dagen later moet Céline alweer met Bono naar de dierenarts. Eén pootje is ontstoken en moet behandeld worden. De leidersweg en de dierenartskosten lijken maar niet te stoppen. Dit is bijvoorbeeld een van de eerste foto's waar dat we duidelijk kunnen zien dat de kromming van die voorpootjes, die is echt abnormaal. Ik kan u een laten zien in detail, waar dat we dat dus eigenlijk nog veel beter zien. Je ziet duidelijk die kromming in been. Hè. Iedereen weet dat een been is normaal gezien recht. Dit is echt heel schuin. Nu, dat is natuurlijk wel zielig, want ja, die twee pootjes die staan zo krom. En dan moet dat dier onder narcose. Het ergste is, dat zijn verborgen gebreken. Maar dat zou eigenlijk in het contract moeten staan. Het spijtige is dat veel van de contracten zijn niet volledig. Mensen zijn emotioneel, ze gaan een hond kopen, ze zien die pup. Daar is onwaarschijnlijk niks mis mee. Je hebt hem eindelijk gezien en je wilt daar zo rap mogelijk dat je die kunt meenemen. En dat is het grote probleem, getekende contract dat je eigenlijk niet gelezen hebt. En dat is spijtig. En dan natuurlijk, ja, het staan in een contract, dus wettelijk heb je niks te zeggen. En heb jij je eigenlijk laten vangen door je emotionaliteit en je goed vertrouwen. Eigenlijk zouden die contracten dat allemaal meer moeten proberen te dekken. Als er dan iets is, als er dan een verborgen gebrek is dat afkomstig is van de voorouders, dat er dan toch op zijn minst een tegemoetkoming zou zijn. En dat zou eigenlijk in de contracten moeten instaan. Ja, er staat een puntje in de contracten van erfelijke aandoeningen. En daarbij staat dat je binnen de 2 weken van de aankoop naar hun dierenarts moet. Ja. En ik heb dat gedaan. Maar binnen de 2 weken zijn dan hun... Ja. En heeft die radiografie genomen? Nee. Dus dat staat niet vast. En heb je een bewijs dat je daar geweest bent bij die dierenarts? Nee. Heb je daar moeten betalen bij die dierenarts? Nee. Ja, dan heb ik geen bewijs.
Als men weet dat een hond, bijvoorbeeld chihuahuas, in Hongarije kunnen aangekocht worden voor ongeveer 70 à 80 euro. Als men weet dat die honden, wanneer ze dan uiteindelijk naar België getransporteerd worden, al dan niet op legale wijze, verkocht worden voor minstens 600 euro, soms tot 900 euro, dan begrijpt u ook dat er enorme winsten worden gerealiseerd. Mensen dragen er ook toe bij. Er is vraag naar, hè, naar bepaald ras. En dan is de kans klein dat er toevallig, het ras dat je wilt, dat er toevallig een nest ergens zou zijn in Vlaanderen, waar je dan direct terecht kunt. Ofwel staat er dan op een wachtlijst, omdat die mens zegt van ja, ik kweek maar zoveel keer. Maar dan moeten ze gaan wachten. En ze kunnen dan niet wachten, dan gaan ze toch naar die grote ketens waar de alle rassen verkocht worden. En ja, dat zou allemaal niet mogen. Dat zou allemaal veel strikter en veel strenger en gereglementeerd moeten aangepakt worden. Het ras zit er en ja... Take away, hè. Het is het principe van te gaan shoppen en je ziet je hond en je neemt hem mee. Terwijl, ja, soms zijn bastardhonden zeker zo lief, zeker zo schattig en veel minder afwijkingen. Ook Sarah ondervond hoe moeilijk het is om een gezonde rashond te vinden. Ze ging via het internet op zoek naar een jonge bulldog. Meteen vond ze een groot aanbod bij een dierenzaak vlakbij. We zijn daar gaan kijken en die kooien die waren eigenlijk verzorgd. We hebben dan rondgekeken en ze zagen er goed uit. En op basis daarvan hebben we eigenlijk onze keuze gemaakt. Met ons ogen eigenlijk. Je gaat op advertentiesites kijken, je gaat daar automatisch ook makkelijk op terechtkomen. En dan heb je daar een aanbod waar je in zwemt en waar ze je de beste controle beloven ook. En registreert en met dat testen en... gecontroleerd door de overheid. Ja, wat denken mensen dan? Dit is prima, hè? Die vrouw had gezegd van kijk, dat is normaal als een diarree krijgt. En hij kreeg dan ook effectief diarree. En daar zijn we dan mee naar de dokter gegaan. En toen had de dokter gezegd van ik zou mij niet verbazen, moest hij binnenkort ook kennelhoest hebben. Puppen uit de broodfok hebben veel meer kans op virale en bacteriële besmettingen. En dan worden mensen vaak binnen inderdaad zeer korte tijd geconfronteerd met het feit dat dat toch niet zo'n goede zet was. En toen is het beginnen hoesten. En toen is het eigenlijk bergaf gegaan. We hebben heel veel antibiotica-kuren meegekregen. Hij heeft aan het infuus gelegen. Ja. Dat beestje heeft in zijn jonge leven zoveel medicatie gekregen dat eigenlijk een volwassen hond nog niet zou moeten hebben. Wat is er fout bij de broodfok? Dat is de hele dierenwelzijnsproblematiek die erachter zit. Het feit van hoe dieren gehouden worden, het feit van hoe er met honden omgegaan wordt. In omstandigheden waar dat wij hier in België vinden dat je zelfs geen kip of geen ei kunt eten als een kip of een ei... zo geproduceerd wordt, maar puppen gaan we dan wel op die manier gaan produceren. Dat vergeten er heel veel mensen, dat het hier in België gewoon even erg is als in die Oostbloklanden. Wij gaan met asiel heel vaak van die broodfokkerijen gaan leeghalen. Dat zijn honden die elke keer als ze loop zijn een nestje moeten maken, die eigenlijk nooit een wandeling gaan maken, nooit gras onder hun voeten voelen. Allee, dat is gewoon onvoorstelbaar dat dat hier nog mag en kan. Heel veel van die pups worden geen 6 maanden oud. Hè. Die sterven binnen zoveel weken bij mensen thuis. Ondanks de goede zorgen kreeg Bumper inderdaad na enkele maanden een fatale hyperventilatieaanval. Dat moment dat hij in mijn armen, dat ik hem oppak om naar de auto te lopen en dat, zijn ogen, dat ik zijn ogen weg zie draaien. Ja, dat is... onbeschrijfbaar is in mijn armen gestorven. Ja. Volgens Eline moet de potentiële koper zich ook meer bewust worden van de problematiek. Ja, er zijn nu eenmaal heel veel ongezonde honden. Hè. En het is ook eigenlijk precies maar zo dat de mensen het leren. En dat is als ze zelf... een hele slechte ervaring meegemaakt hebben. Er zijn nog te veel mensen die op zondagmorgen bedenken dat ze wel een pupje zouden willen 's middags. En dat gaat niet goed natuurlijk. Als ik dan zie dat er bij ons honden blijven zitten, voor meer dan een jaar lang, en dat er daar dan in die winkels per week zoveel honderden pups verkocht worden, dan
stel ik me heel veel vragen uiteraard. En het is verschrikkelijk om te weten dat er eigenlijk jaarlijks in dierenasielen duizenden honden afgemaakt worden, gezonde, brave honden, gewoon ingeslapen worden omdat er geen thuis voor gevonden wordt. Terwijl dat er dan massaal veel pups ingevoerd worden, verkocht worden ook. En allee, dat kan dan allemaal wel. En, ja, voor ons is dat absoluut niet te begrijpen. Sarah bleef achter met een emotionele en een financiële kater. Ze besloot om te gaan klagen bij de verkoper. Ik zeg van, kijk, je verkoopt zieke hondjes. Dat kun je toch niet blijven doen? En die man, die wordt kwaad. Die begint te dreigen. Op een bepaald moment is hij zelfs zo kwaad geworden dat hij heeft gedreigd om ons in elkaar te slaan. Dat hij zijn geweer ging halen, dat hij ons overhoop ging schieten. Het is mijn ervaring als advocaat dat wanneer men geïntimideerd wordt door de tegenpartij, dat men vaak gelijk heeft. Wat ik vaststel is dat de gemiddelde consument, wanneer dat hij vraagt om garantie, zeer ernstig geïntimideerd wordt door bepaalde grootschalige fokkers. Voor mij is dat net de reden om nog steviger op de rechten te staan en nog meer te trachten de garantie binnen te halen. Achteraf heb ik een soort van oproep gedaan op Facebook dat ik iets wou doen. Omdat ik had echt wel veel verdriet en pijn van de reactie van die mensen gekregen toen dat we terug zijn geweest. En ik heb daar heel veel reacties op gekregen. Mensen die hetzelfde hadden meegemaakt, waar dat hun hondje van gestorven is. Mensen die iemand anders kennen die daar een hond hebben gekocht. Het is echt waanzinwekkend hoeveel mensen er met hetzelfde probleem als ons zitten. Er zijn zeer veel mensen die initiatieven nemen op Facebook en dergelijke, maar dat haalt niks uit. Waar dat er uithaalt is dat men veroordelingen van die malafide fokkers realiseert en dat men die tot financiële vergoedingen via de rechter kan veroordeeld krijgen. Dat heeft Nathalie goed begrepen. Ze heeft al enkele weken een doodzieke hond, maar ondanks de verschillende contactpogingen met de verkoper kreeg ze geen antwoord. Ze besluit om zelf te gaan klagen. Ik heb de puppywinkel op verschillende manieren proberen te bereiken, maar ze willen geen contact. Ik heb aangetekend een brief geschreven, die zijn ze niet gaan afhalen. Ik heb ze uitgenodigd tot verzoening bij de vrederechter, zijn niet komen opdagen. Dus nu ben ik hier om ze te confronteren. Van dag 1, die gingen hoesten. Dag 2, diarree met bloed, en dat is niet opgehaald. Ja, dus, en wat ging om de dierenarts ervan? Ik heb de verklaringen bij van een dierenarts. Dus, wat is de dierenarts ervan? Daar ben ik niet geweest. Het heeft parasiet Giardia. Het heeft spoelwormen. Dat is iedere keer ontwormen. Ja, maar ik moet ze blijven ontwormen. Tuurlijk, ik moet moeten blijven ontwormen. Ik heb u proberen te bereiken telefonisch, maar telefoon hier neergeslagen. Ik heb u via mail proberen te bereiken om u uit te nodigen op de verzoening van de vrederechter, die er niet op kans wordt. Aangetekend graven is dus gewoon niet afgehaald. Dat kan, maar die antwoorden. Ja, ik zou graag een vergoeding daarvoor doen. Ja, goed. Mijn collega gaat u erover, wil je erover gaan en die gaat er dan worden we ervan. Hij heeft het verslag van een dierenarts gekopieerd en hij ging dat voorleggen aan hun eigen dierenartsen. En ze gingen mij iets laten weten binnen een paar dagen. De weken verstreken, maar Nathalie hoorde niets meer. Ook dat is typisch voor de sector, volgens advocaat Anthony Godfra. Ik heb vaak de indruk dat bepaalde fokkers zich onaantastbaar voelen in de zin dat men zich weet te bedienen met enorm creatieve uitvluchten. Men is met de hond te snel gaan wandelen, de hond heeft stress geleden ten gevolge van het transport tussen de verkoper en de domicilie van de koper. Men heeft de verkeerde voeding gegeven, de dierenarts die men bezoekt kent er niks van enzovoort. Terwijl dat er natuurlijk maar één belang is bij de grootschalige fokkers, dat is zo weinig mogelijk schadevergoedingen uit te betalen. En liefst geen enkele. Met onze miserie die we eigenlijk allemaal hebben meegemaakt, heb ik niet echt de indruk dat wij ergens terecht kunnen met ons probleem. Ik heb respect voor de inspecteurs van de dienst dierenwelzijn. Ik denk dat die mensen hun werk trachten te doen. Anderzijds vrees ik ook dat ze zich af en toe te gemakkelijk om de tuin laten leiden. Bijvoorbeeld heb ik een aantal klachten namens cliënten ingediend bij de inspectiedienst, waarop dat ik het dan het antwoord krijg, ja, we hebben geen enkele zieke hond vastgesteld. Uiteraard, op zich zal men niet zien dat er een hond ziek is, maar
denk ik dat er wel eens meer diepgaande controle nodig is. Je kan wel klacht indienen en je krijgt dan een vriendelijke mail terug. Maar wordt er iets gedaan met die klachten? Ik heb daar niks van gemerkt.